de mais te oogsten in de vorm van maïscorvosilage, of ook wel MKS genoemd, stijgt de zetmeerconcentratie per kilogram droge stof enorm. Daardoor wordt mais van ruwvoer krachtvoer. Wanneer er nu sprake is van een ruim aanbod aan gras op het bedrijf, is het heel goed mogelijk om mais in die vorm aan te bieden. Er is dus minder product nodig om dezelfde energiehoeveelheid aan te bieden per koe, waardoor er automatisch meer ruimte in de pens ontstaat voor gras. Het voeren van mais als MKS verlaagt de voerkosten en verbetert de voersaldo. Een ander groot voordeel van het voeren van MKS, of eigenlijk gezegd, beter gezegd het oogsten van mais als MKS, is dat u een groot deel van de restplant achterlaat. Het restplant, ook wel maïsstro genoemd, heeft een positieve bijdrage voor de organische stofvoorziening in de bodem. Veehouders die het oogsten van mais als MKS een te rigoureuze, een te radicale oplossing vinden, kunnen ook altijd nog voor kiezen om mais hoger te hakselen, om op die manier de energieconcentratie per kilogram droge stof te verhogen. Veehouders die na de oogst van de mais een vanggewas gaan zaaien, kunnen dit doen in de vorm van snelle lenterogge. Snelle lenterogge is een vanggewas, een hybride rogge in de basis, die na de zaai ook daadwerkelijk reststikstof vangt. Het grote voordeel van de snelle lenterogge daarnaast ook nog eens, is dat het in het voorjaar als ruwvoer geoogst kan worden. Het is een eiwitproducent. De eiwitopbrengsten liggen gemiddeld tussen de 600 en de 1000 kilogram per hectare. Samen met de mais, die op hetzelfde perceel geteeld wordt, geeft dit een eiwitopbrengst die hoger is dan een hectare gras en ook hoger dan andere eiwithoudende gewassen. We vertellen u graag meer over de kracht van snelle lenterogge. Als veehouder wil je minder afhankelijk zijn van mondiale eiwit- en energiebronnen, maar liefst een zo hoog mogelijke eiwitproductie op eigen grond. Tegelijkertijd moet je rekening houden met het milieu en regelgeving omtrent de teelt van gewassen. Gebruik daarom snelle lenterogge van KWS, een unieke combinatie van vanggewas en eiwitproducent. Samen met mais zorgt snelle lenterogge voor een jaar rond teelt op hetzelfde perceel en een maximale eiwit- en zetmeelopbrengst. Door direct na de oogst van de mais te zaaien, vangt het gewas de reststikstof. Het grote voordeel van snelle lenterogge is de snelle voorjaarsgroei. Hierdoor kan er in april al geoogst worden. Na de oogst treedt er geen hergroei van de stoppel op, zodat het gebruik van glyfosaat niet nodig is. Een gewas met een lengte van ongeveer 70 centimeter levert een droge stofopbrengst van zo'n 4.000 tot 5.000 kilogram per hectare op, met een eiwitpercentage tussen de 15 en 18%. Snelle lenterogge levert aan eiwitopbrengst al snel €500 per hectare op. Snelle lenterogge is een volwaardig gewas wat geen geld kost, maar juist geld oplevert. De combinatie met mais zorgt voor de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare, is het minst milieubelastend en het meest duurzaam wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik. We staan hier in het veld met voederbieten, KWS Feedbiet genaamd. Er wordt heel veel gekeken naar alternatieve voedergewassen. Daar wordt in de media ook over geschreven, gepubliceerd. Nu is het zo na al die onderzoeken en publicaties dat na mais en gras wel blijkt dat voederbieten, en met name KWS Feedbiet, wel de meeste toekomst hebben. En dat zien we ook terugkomen in de groei van het areaal van de laatste jaren. De belangrijkste reden daarvoor is dat we zien dat het droogstofpercentage van de feedbiet hoger is dan die van een traditionele ouderwetse voederbiet. Dat maakt dus uiteindelijk ook dat na rooiing in oktober, november, de droogstofopbrengst veel hoger ligt. Om de hoogste droogstofopbrengst te behalen is het wel belangrijk om de KWS feedbiet te laten staan tot oktober, november en hem dan te rooien. Het rooien kan heel goed met een gangbare bietenrooier, een gangbare suikerbietenrooier. Dat is een groot voordeel van het rooien van de KWS feedbiet. Het betekent dan wel natuurlijk dat als die in oktober, november gerooid wordt, dat je dan te laat bent voor het combineren, het gecombineerd inkuilen met silomais. Dus het inkuilen zou op een andere manier moeten. Wat het meest gangbaar is en ook het meest goede, de beste resultaten geeft, is het inslurven ofwel het baggen van de bieten die na het rooien worden versnipperd. Het behoudt kwaliteit. Het betekent ook dat er jaar rond gevoerd kan worden
En op deze manier is het een welkome aanvulling op het rundveerantsoen.